In Nederland is het een vrij onbekende sport. Maar wereldwijd wordt het na voetbal het meest beoefend. Cricket. Zondag werd op de drafbaan in Groningen een crickettoernooi georganiseerd. Met erbij ploeg uit Hamburg, Oldenburg, Heerenveen en Groningen. Een mooie gelegenheid voor ons om te zien hoe cricket gespeeld wordt. De weersomstandigheden op de drafbaan zijn perfect voor cricket. Een zonnetje, beetje bewolking, weinig wind. De Groningen Cricket Club, GCC, is de drijvende kracht achter het toernooi. GCC bestaat al sinds 1961, maar is altijd een kleine club geweest. Want in Nederland zijn we amper bekend met het spelletje. Hoe anders is dat elders in de wereld? If you go to countries like India, Pakistan, Bangladesh, it's next to a religion. This sport you start to play when you are hardly 3 or 4 years old. And yeah, you just get hooked. Right now an IPL is going on in South Africa and you just have to see a match to see what kind of enthusiasm is there. So you're talking about in that part of the world alone about 1.5 billion people. 1.5 billion people just religiously hooked up to cricket. In tegenstelling tot honkballen, waar maar één persoon aan de slag is, bij cricket zijn er twee mensen aan de slag. En één staat aan deze kant en de andere staat zo'n 20 meter verderop bij eenzelfde drie paaltjes die we de wickets noemen. Er wordt van, en dat noemen we in cricket bowlen, er wordt van één kant gebold. En de batsman hier, de slagman, die probeert die wickets te verdedigen. Dus die gaat ervoor staan met een bat. Nu ben ik weliswaar linkshandig. Met een bat. De bal komt eraan. Mocht hij de bal missen en de bal de wickets raakt, dan is de batsman uit. If you're batting, you're doing well, you can stay in there for ages. You can just really spend all day in the spotlight. If you don't play well, then it's not your day and you do it another time. De Groningen Cricket Club is dit jaar kampioen geworden van de vierde klasse en speelt vanaf volgend seizoen dus een klasse hoger. Het is mede het gevolg van de komst van Yusuf Siddiqui als voorzitter 3 jaar geleden. Onder zijn leiding is GCC groeiende. We're doing it slowly, but as you can see that the facilities are not as much widely available as it should be. So we then improvise, mostly do indoor work or indoor cricket and try to do something. It's going on, but I think the commitment is the key. Bal gaat het veld in. Dan gaan we lopen, want we moeten punten halen. Dat noemen we runs. Net zoals bij baseball heet het in cricket ook runs. En de batsman aan de andere kant loopt terug. Dus 1 keer succesvol kruisen is een run. Helaas voor de Groningen Cricket Club worden er in de finale tegen Hamburg te weinig runs gemaakt en gaan de Duitsers met de zegen aan de haal. Maar belangrijker is dat cricket in Groningen nu een beetje op de kaart staat. Inderdaad. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Noordsport. Nog een hele fijne avond.